Hey en welkom in een nieuwe aflevering van Inspector T. Vandaag gaan we een speciale aflevering doen. We hebben het onlangs aangekondigd op onze social media. De Unifier Protect is officieel gelanceerd. Vandaag gaan we dus eens kijken naar de Unifier Protect. Ik heb onlangs enkele dagen terug een mail ontvangen van Unify om aan te kondigen dat de Unify Protect vanaf nu beschikbaar is. Maar wat is Unify Protect? Unify Protect is eigenlijk de opvolger van Unify Video, maar Unify Video blijft op zich ook nog wel bestaan. Beter nog, als je een Unify Video installatie hebt draaien, geen paniek, je blijft alle beveiligingsupdates krijgen en als er nieuwe camera's uitkomen, wordt deze ook ondersteund nog door de Unify Video. Dus we gaan eens even kijken wat nu het verschil is. Dus dit is nu de mail die we ontvangen hebben. Je ziet hier een knop met Meet the New Lineup. En hieronder staat ook nog een link naar de blog van de CEO van Ubiquity. Wat dus de nieuwe functies zijn, wat we ook in de blog kunnen lezen van Unify, is dat er een nieuwe Unify Cloud Key Generation 2 Plus uitkomt. Of deze is eigenlijk al uitgebracht officieel. En op deze Cloud Key staat dan en de Unify SDN en de Unify Protect geïnstalleerd. Je ziet hier ook vooraan een display, deze wisselt constant af de statistieken van de Unify controller, dus van je netwerk. En ook telkens ook de informatie van de camera's, hoeveel er wordt opgenomen en hoeveel camera's er actief zijn. Standaard wordt deze geleverd met een schijf van 1 terabyte en deze is uit te breiden tot een schijf van 5 terabyte. Nu, als deze schijf het begeven heeft, ben je natuurlijk ook al je beelden ineens kwijt. Deze worden niet ergens op een cloud server bewaard. Bij Unify blijft eigenlijk alles lokaal staan, maar je kan via een cloud connectie wel verbinding maken van buitenaf met je controller. Wat je wel kan doen als je een veilige omgeving wil hebben voor de Unify Video of Unify Protect, kan je natuurlijk altijd zelf een configuratie bouwen. Dit kan je al met een vrij simpele computer doen, misschien eentje die je nog thuis hebt staan. Het enige wat je dan moet doen is eigenlijk gewoon twee identieke schijven en die kan je dan via het besturingssysteem ofwel in je moederbord het ondersteunt in een RAID configuratie zetten en hierdoor gaan alle beelden synchroon lopen op de schijven. Mocht er dan één schijf kapot geraken, kan je natuurlijk nog altijd terugvallen op de andere schijf. Hier is ook de limiet ingesteld tot 5 terabyte, maar je kan natuurlijk met een eigen computer of server uitbreiden tot zoveel terabyte als je zelf wil. Er zijn gemakkelijk schijven te vinden van 12 terabyte en meer. Als je veel camera's hebt, is dat natuurlijk wel een must. Nu, wat zijn nu de 5 belangrijkste nieuwigheden en functies in de Unify Protect? Zoals we hier zien, het gebruiksgemak staat op het eerste punt. Ze hebben eigenlijk een nieuwe functie waardoor eigenlijk de camera's beelden constant worden opgenomen en zo kan je eigenlijk met een tijdlijn scrollen door de gebeurtenissen, dus door de bewegingen. Deze Unify Cloud Controller Generation 2 Plus ondersteunt dus tot 20 camera's en hier lezen we ook dat er later dit jaar nog een verbetering komt van de hardware zodat er meer camera's kunnen worden gekoppeld. Nu, voor thuisgebruik is 20 camera's al meer dan voldoende, vermoed ik wel. Wat ook heel belangrijk en zeker interessant is bij Unify, er wordt nergens gevraagd voor een maandelijks of jaarlijks abonnement. Bij de meeste andere providers, zoals de Google Nest en de Arlo camera's van Netgear, wordt er meestal gevraagd voor een abonnement indien je meerdere functies wilt of een langere bewaringstermijn. Dit is bij Unify dus niet het geval. Het systeem is in aankoop misschien wel iets duurder, maar je hebt natuurlijk dan wel geen abonnementskosten elke maand of jaar. Plus, verder in de vergelijking gaan we ook zien wat de verschillen zijn tussen een paar verschillende merken van camera's. Het handige ook, hier bij nummer 4 haalden ze dit ook aan, is de bandbreedtegebruik. De beelden worden niet naar het internet gestuurd, dus de bandbreedte naar het internet toe blijft natuurlijk wel bespaard. Enkel als je natuurlijk de beelden over het internet
gaat opvragen, dan gaat dit wel een beetje bandbreedte gebruiken. Maar dus in principe blijven alle beelden ook lokaal op je server of op de Unify Cloud Key bewaard. En deze worden dus niet automatisch verstuurd naar andere, zoals we hier zien bij punt 5. Meestal heb je dit voor bij zo'n heel goedkope beveiligingscamera's, IP-camera's die je met je wifi verbindt. Deze hebben meestal een standaard wachtwoord admin-admin of zo dergelijke. En heel veel websites sniffen op deze camera's en proberen de standaard login uit. En deze camera komt gegarandeerd op een of andere buitenlandse website te staan. Dus indien je zo een camera hebt, vergeet zeker niet om je wachtwoord aan te passen. Bij Unify vindt men veiligheid ook heel belangrijk. Als je een connectie maakt met de cloud van Unify, dan kan je natuurlijk ook uitgebreid gaan met een gebruikersaccount. En daarbovenop kan je dan nog eens een tweestapsverificatie doen met een app op je gsm. Een van de laatste nieuwe camera's is hier de G3 Flex. Deze zou zo... Ja, hier staat rond de $80 kosten. En deze kan je dus op verschillende manieren monteren. Je kan deze dus heel eenvoudig monteren in een vals plafond. Je kan hem op een bureau zetten. Je kan hem perfect omhoog hangen aan de muur. Tegen een gewoon plafond monteren. En hier zie je dan ook telkens de voorbeelden hoe je deze heel eenvoudig kan omhoog hangen. Hier zit het tegen het plafond. En je kan hem zelfs heel eenvoudig tegen een paal bevestigen. Deze kan je natuurlijk ook buiten gebruiken. Deze is weersbestendig en is heel compact. En je kan er verschillende mogelijkheden mee doen zoals je hier dus ziet. Hier zien we dus het verschil met de camera's. Dit is een Axis camera. Dit is de Arlo Pro 2. Wij hebben hier zelf de Arlo wire-free camera's. Deze zijn zonder bedrading. Maar deze waren op zich al vrij duur in aankoop. Ik weet niet meer hoeveel ik ze al betaald heb. Maar er zitten van die batterijen in die je eigenlijk niet overal zomaar vindt. En dus deze zijn ook vrij kostelijk aan batterijen. Je hebt hier ook nog een vergelijking met de Nest Cam Outdoor. En als je dan deze vergelijkt met de G3 Flex hier, is het beeld toch wel merkelijk beter. Het komt ongeveer in de buurt van de Arlo Pro 2. Want de Arlo Pro 2's die kosten natuurlijk nog een pak meer. En een nieuwe camera die ze effectief nog gaan uitbrengen. Deze is momenteel enkel nog maar beschikbaar voor de early accessers. Want als je hier op klikt, zie je dit hier. Deze gloednieuwe camera noemt dus de G4 Pro en heeft een resolutie van 4K. En heeft ook 3 keer optische zoom. Als we hier dus nu op de nieuwe pagina van Unify Protect gaan kijken, zien we hier dus nog eens al het overzicht. De meeste hiervan hebben we besproken, dus geen maandelijkse abonnementen. En de data staat niet in de cloud, deze staat op je eigen hardware. En hier zie je dan eens een overzicht van alle camera's. De Unify Cloud Key Generation 2 Plus. En je ziet hier ook hoe eenvoudig het is om een nieuwe schijf in te steken als je deze wilt uitbreiden. Het zijn wel 2,5 inch schijven. En er komt binnenkort ook een rack mount aan voor deze Cloud Key te bevestigen in een server rack zoals je hier ziet. Deze Cloud Key Generation 2 Plus komt dus al met de Unify Protect. Het is echter nog wel niet mogelijk om deze zelf te installeren op je eigen Linux machine. Dit zal wel komen, maar er is nog geen officiële release datum van aangekondigd. Dus je kan eigenlijk nog perfect werken met de Unify Video. Want zoals gezegd blijft dus de Unify Video wel perfect ondersteund. Dus hier hebben we nu de pagina van de Unify Protect FAQ. We zullen hier enkele vragen bekijken. What will happen to Unify Video 3? Dat is de laatste versie van de Unify Video. En ze hebben hier dus toegegeven om support te blijven geven voor de Unify Video 3 installaties.
En ze zeggen dus ook om security update, bug fixes en support for any new G3 camera models te blijven ondersteunen. En je kan dit uiteraard ook nog altijd downloaden om op je eigen PC of server te installeren. De volgende vraag die we hier gaan bekijken is dat Unify Protect dezelfde functies heeft als de Unify Video 3. En mijn antwoord hierop dat het complete nieuwe applicatie ontworpen is voor een, ja, meer functies en een betere prestaties te kunnen verkrijgen op het gebied van camerabewaking. En het is dus echt meer toegelegd op de timeline playback. Er zijn dus nog enkele functies die nog niet beschikbaar zijn van de Unify Video 3. Maar deze komen in de loop van de ontwikkeling van de Unify Protect er nog wel bij. Momenteel is men dus echt nog volop bezig met Unify Protect, meer up-to-date voor de timeline playback. We denken camera's ondersteunen de Unify Protect support. Eigenlijk ondersteunt deze ook gewoon alle camera's die de laatste versie van Unify Video 3 ondersteunen. En dat zijn dus eigenlijk alle G2 en G3 camera's. De eerste generatie van camera's wordt niet meer ondersteund. Welke hardware wordt Unify Protect ondersteund? Dit is momenteel enkel op de Cloud Key Generation 2+. Ondersteuning voor de application server van Unify, de XG. Dit is eigenlijk een rack server van Unify en hier heb je dan een SSD insteken en enkele grote harde schijven voor de Unify Video. Het is dus ook mogelijk om een migratie uit te voeren van de Unify Video 3 naar de Unify Protect. Dus als je nu eender welke installatie hebt met de Unify Video op en je hebt een Cloud Key Generation 2 of binnenkort als je het kan installeren op eender welke hardware, kan je dus heel eenvoudig de configuratie uit je Unify Video nemen en deze overplaatsen naar de Unify Protect. Will there be a self-install package for Windows, Linux or macOS? Dus het antwoord hierop wisten we eigenlijk al. Het is voorlopig nog niet het geval, maar natuurlijk, zoals ze hier zeggen, dus er is nog geen pakket beschikbaar om dit op eender welke hardware te installeren. Maar ze zijn er wel aan bezig natuurlijk. Er is nog geen officiële release datum aangekondigd, dus hiervoor is het voorlopig nog afwachten. Hoe kan ik met Unify Protect van op afstand verbinden? Hier legt men dus uit hoe dit werkt. Dit werkt dus met een hybride cloud met WebRTC. En zo zet men eigenlijk een peer-to-peer netwerk op die volledig geëncrypteerd is. Tussen je apparaat waarmee je het bekijkt en je hardware. Er zijn natuurlijk ook apps beschikbaar, zowel Android als iOS. En hier dus eigenlijk wat nu eigenlijk de mogelijkheden zijn van de Unify Protect, hoe je kan opnemen. Dus de Unify Protect neemt constant op, heel de tijd, van alle camera's en hij gebruikt dus motion detection om een event te creëren. Dus zoals je dat straks zag, telkens dat er zo'n afbeelding stond in de tijdlijn, wil dat zeggen dat daar een beweging is geweest. Met de Unify Video kan je natuurlijk wel nog gewoon instellen dat je enkel een opname wil als er een beweging is. Dat waren dus denk ik de belangrijkste gegevens van de nieuwe Unify Protect. Als je nog vragen hebt, mag je me dit ook zeker vragen. Onderaan staat de links naar de Messenger. En je kan ook een vraag stellen hieronderaan in de commentaar. Binnenkort gaan we hoogstwaarschijnlijk ook een project doen van de Unify Video. We gaan deze installeren bij iemand en we gaan dit natuurlijk zoveel mogelijk op beeld vastleggen. Een video komt hier natuurlijk ook van op mijn YouTube kanaal, dus zeker abonneren als je dit niet wil missen. We gaan voor deze installatie een eigen PC-configuratie gebruiken. Deze heeft twee schijven van 2 terabyte, deze staan in RAID, maar meer hierover bespreken we dus in die video. Wanneer dit gaat zijn kan ik momenteel nog niet zeggen, maar we gaan het zeker aankondigen op de social media. En als je zeker niets wil missen, klik op de subscribe knop en klik op het bel icoontje, zo mis je geen enkele update. Dat was het dus voor deze video, tot de volgende!